Via Cultura Weekend Magazine. Met David Stillebroer over de verhuizing van Door. Goedemorgen dames en heren. Welkom bij Via Cultura Weekend Magazine. Het is nog vroeg, mijn microfoon stond nog uit. Vandaag praten wij met Frits Baarda over een prachtig project wat hij in zijn eigen straat heeft gemaakt. We praten met Sylvia Landa over het kunstrondje Dort, wat een jubileum viert dit jaar. Voor zover er vieringen doorgaan in dit toch wel bijzondere jaar 2020. Maar voordat we met jullie in gesprek gaan, ga ik telefonisch contact leggen met David Stillebroer van Door. Die kon helaas niet hier zijn, hij is voor zijn werk in Nijmegen. Maar ik wilde graag met hem praten over een op handen zijnde verhuizing van Door vanaf de Spuiboulevard naar een hele leuke nieuwe plek. Dus ik hoop dat ik verbinding met hem krijg. En excuus voor de mensen die echt kijken, want een telefoongesprek is niet heel boeiend om te zien, maar wel om naar te luisteren. En dan is het altijd spannend of je verbinding krijgt met iemand. Met David Stillebroer, goedemorgen. Goedemorgen David, met Gert-Jan Kleinpaste via Cultura Weekend Magazine. Je bent, dag Gert-Jan. Je bent live in de uitzending via dit telefoontje. Kijk, wat leuk. Ja, welkom. En we hadden afgesproken even te bellen, want er gaat wat spannends gebeuren rondom Door. Daar heb je gisteravond volgens mij atelierhouders en vrijwilligers van Door ook over geïnformeerd. Wat staat er op stapel? Ja, dat klopt. We gaan een hele spannende tijd tegemoet als Door, Gert-Jan. Je weet dat we van de Voorstraat komen. Een jaar of drie geleden zijn wij geland aan de Spuiboulevard, het gebouw van de Belastingdienst. Je zou kunnen zeggen, Door is geboren aan de Voorstraat, wat groter geworden aan de Spuiboulevard, omdat we daar ook wat meer ruimte hadden. En in overleg met wethouder Burggraaf en het vastgoedteam van de gemeente hebben we nu in principe overeenkomst om naar de Munt te gaan. Ja. Dus weer een stukje aan de Voorstraat. Iets kleiner pand, maar wel een pand met fantastische mogelijkheden en heel veel karakter. Zoals de meeste mensen in Dordrecht zullen weten. Nou ja, ik denk dat veel Dordtenaren de Munt echt goed kennen. Heel karakteristiek pand. Wel iets kleiner zeg je. Zijn er al ideeën hoe jullie dat gaan invullen? Ja, absoluut. We hebben daar goed over nagedacht. Het is een pand met heel veel mogelijkheden, zoals ik al zei. Een wat andere karakteristiek dan de Spuiboulevard. Op dit moment zien we mogelijkheden om een aantal ateliers weer terug te brengen. Dat zijn ongeveer 28 ateliers. Ja. Door heeft er nu iets meer aan de Spuiboulevard. Dat zijn er 50-55. Mm-hmm. Dus we hebben iets minder ateliers daar, ongeveer 28. Maar we gaan ook met werkplaatsen werken. Dat is een van de ideeën die we hadden voor de Spuiboulevard, maar die gaan we realiseren aan de Munt. Er komen 5 open werkplaatsen waar we workshops kunnen geven, maar ook waar mensen een kast kunnen huren. Die in Door staat waar ze hun spullen kunnen opslaan. Zodat ze gemeenschappelijk kunnen werken in die werkplaatsen. Ja. En kunst kunnen maken en ook in interactie met de atelierhouders. Dus dan worden echt open. Dus dan ontstaat er een situatie waarbij mensen niet een vast atelier hebben, maar indoor wel hun ding kunnen doen. Ja, ik denk dat we een mix gaan zien van 3 stromen. Mensen die een vast atelier hebben en deels misschien ook in de werkplaats werken. Mensen die een kast hebben en in de werkplaats werken. En mensen die van buiten workshops kunnen gaan geven in die werkplaats, mits dat past natuurlijk binnen het doel en de strategie van Door. Ja, en nou is Door vooral ook bekend vanwege prachtige concertjes, feestjes, dat soort gebeurtenissen. Biedt de Munt daar ook weer optimaal kans voor? Jazeker. Zelfs meer kans nog, denk ik, dan aan de Spuiboulevard. Zoals je weet is de Munt ooit muziekschool geweest. Dus de Munt heeft een fantastische podiumruimte van ongeveer 130 vierkante meter met een uitstekende akoestiek, hebben mensen mij verteld. Maar we gaan een tweede stukje maken. De mensen die Door nu kennen aan de Spuiboulevard, die weten dat we een kleine podiumruimte hebben. Ja. Waar ongeveer 30, 40 mensen in kunnen voor hele kleine, intieme concertjes. Vaak ook wat voor wat specifiekere bandjes of kleine singer-songwriters.
Dat komt zeker terug in de munt, in combinatie met de bar en de huiskamer, zoals wij dat noemen voor sociaal en cultuur. Ja. En als tweede hebben we op de eerste etage die wat grotere ruimte waar je inderdaad concertjes kunt geven. Dus de combinatie van feest en concertjes komt zeker terug. De grote wat ontregelende feesten, zoals wij die in de Spuitboulevard een keer hebben gehad, dat laten we wat meer achter ons, denken we. Maar de kleine feestjes kun je ook een hele hoop plezier mee hebben, heb ik ervaren. Ja, nee, dat klinkt heel erg mooi. Dan heb je gisteravond de vrijwilligers en atelierhouders geïnformeerd. Hoe waren de reacties? De eerste waren heel positief. We hadden natuurlijk een gesplitste bijeenkomst. 30 mensen in de zaal en ongeveer 25 mensen die het online gevolgd hebben gedurende het webinar. Ja. Op het algemeen heel veel vragen natuurlijk. Hoe gaat het eruit zien? Wanneer gaan we erin? Wat kunnen we er wel, wat kunnen we niet? Ook wat praktische vragen over vergunningen en andere zaken. De meeste mensen zijn heel blij met de locatie, omdat het natuurlijk midden in het culturele hart van Dordrecht ligt. Zeker, Altijd prachtige buren eromheen. En gewoon blij met de sfeer van het pand. En vooral blij met de duidelijkheid. Want we mogen daar in ieder geval 5 jaar blijven. Daarna kijken we in overleg met de gemeente of dat weer verlengd gaat worden. Ja. Maar het geeft voor doorbegrippen natuurlijk heel veel duidelijkheid. Want wij zijn gewend om van pand naar pand te hoppen eigenlijk met onzekerheid. En nu hebben we een plek waar we echt ons huis kunnen bouwen. Ja, de Door leidt een nomadisch bestaan inderdaad. En dan is 5 jaar toch een hele mooie periode om te gaan bouwen. Dus dat klinkt heel erg mooi. De vraag ook vragen wanneer gaat het allemaal plaatsvinden. Is er al enig zicht op het moment dat jullie daadwerkelijk verhuizen? Ja, we zijn een beetje voorzichtig aan het plannen. Dus ik wil er ook wat voorzichtiger in zijn. De verwachting nu is dat wij half november de sleutel krijgen en kunnen gaan beginnen met inrichten en wat kleine verbouwingen. We hopen, maar dat is nog een zachte datum zoals we dat noemen, in de loop van februari over te kunnen gaan. Ja. Naar het nieuwe pand. En we hebben ook nagedacht, hè, want de programmering draait natuurlijk gewoon door aan de Spuitboulevard. Dus in principe de sociale activiteiten die blijven doorgaan en die kunnen in 1 dag over naar de munt als de munt goed is ingericht. Mm-hmm. Dus die zullen ononderbroken doorgaan. De culturele activiteiten zullen we misschien een paar dagen stil moeten leggen omdat we toch wat podiumdelen en techniek moeten gaan verhuizen. Ja. Maar zo half februari wachten we dus te kunnen verhuizen naar de munt. Maar het programma draait tot die tijd aan de Spuitboulevard gewoon door en continueert in de munt. Ja. Nou ja, het klinkt prachtig. Dus van harte gefeliciteerd met deze prachtige locatie weer in het hart van Dordrecht. Dankjewel. Ik ben erg nieuwsgierig en wellicht spreken we elkaar in de toekomst en dan live in de studio nog eens een keer van hoe de voortgang is of wanneer de start is van de nieuwe locatie. In ieder geval heel fijn dat je dit even wilde vertellen. Ik wens jou een hele fijne dag. Oké, ja, dankjewel Zelde en succes verder met de uitzending. Dankjewel David. Dag. Oké, prima. Dag Gert-Jan. David Stillebroer over de op handen staande verhuizing van Door.